Goedemorgen allemaal. Hij doet het. Het is een ontzettend voorrecht om hier te mogen staan, maar tegelijkertijd mochten we zingen dat we alleen op hen kunnen vertrouwen om zijn woord recht te spreken. Dus ik wil je ook zeggen dat ik heb gebeden voor ootmoedigheid om hier überhaupt te kunnen staan. Ik heb gebeden dat de woorden die vandaag uit mijn mond komen ook te begrijpen zijn voor de kinderen. En ik heb gebeden dat God me zou behoeden voor onwaarheden en enige verkeerde motivatie of misleiding. Dus bid met mij mee alsjeblieft, gedurende de preek. Ik heb als titel voor vandaag: Jezus is de goede herder. Met een nadruk op goede. Hij is de reddende herder. En voordat ik ga beginnen, heb ik een paar vragen. En trouwens, ik zie dat er ook een aantal mensen zijn die ik niet eerder hier heb gezien. Ik heet jullie van harte welkom deze ochtend, ook in ons midden. Van harte welkom. De vragen die ik heb is: kunnen wij nog goed lezen? Of met welke bril lezen wij Gods woord? Waarom heeft de schrijver geschreven wat wij hier in dit boek mogen lezen? Er zit iets in van het lezen, het begrijpen, dan het beseffen en dan het reageren. Maar als wij met een verkeerde bril op de Bijbel lezen, dan is dat tweede stapje, het begrijpen ervan, heel lastig. We worden ook heel erg beïnvloed door beeldvorming. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. We moeten proberen, als we namelijk de Bijbel lezen, alle beelden die we in ons verleden hebben gevormd, of alles wat we denken te weten over Gods woord, even aan de kant parkeren. Zodat we opnieuw misschien verfrist zullen worden door de woorden die we lezen. Wie van jullie denkt dat de Heere Jezus lang blond haar had? Niemand. Oké, nou dat is frappant, want op de meeste afbeeldingen die we zien, als we googelen, dan zien we de Heere Jezus afgebeeld met lang blond haar. Of in ieder geval lang haar, misschien wat niet zo donker als in het Oosterse, hoe het in het Oosten is. Maar ik wil maar zeggen dat soms de beelden ons kunnen beïnvloeden. En ook het geboorteverhaal van de Heere Jezus. Wij denken daar heel snel een stal bij, een ezel en een os. Maar niets van dat staat in Gods woord. Dus ik wil jullie graag meegeven dat als jullie Gods woord lezen, en dat geldt voor mezelf ook, dat we alle kennis even aan de kant zetten. Ook vandaag. Als we denken te lezen een woord dat heel makkelijk is of heel simpel, of iets dat we denken van, oh, daar heb ik al zo vaak iets over gehoord, zet het alsjeblieft nu even aan de kant. En laat ons leiden door wat de Heere ons vandaag gaat vertellen. Ik heb een plaatje meegenomen en misschien kan die even op het scherm. En ik wil me even richten tot de kinderen. Jongens en meisjes, om dit verhaal wat we straks gaan lezen in Johannes 10 goed te begrijpen, moeten we ook een paar duizend jaar terug in de tijd. Naar hoe een Israëlische herder zijn schapen hoedde. En wat we hier zien is een zogenaamde schaapskooi. In Israël had je heel veel dorpen en in alle dorpen was er een schaapskooi. Want in die dorpen had je meerdere herders en in de nacht moesten de schapen veilig in een kooi worden geplaatst, zodat ze niet dolend rond zouden lopen. En wat je hier ziet is een stenen muur van ongeveer zo hoog, waar de schapen in verzameld zijn. De herders die komen na een dag weiden, komen ze 's avonds met hun schaapjes terug naar de kooi. En dan zie je daar een deur en je ziet iemand bij die deur zitten. Nou, ik ga jullie vertellen wat dat betekent.
die deur, dat is de enige officiële weg om naar binnen te kunnen. En er zit een deurwachter bij die ervoor zorgt dat alleen de herders met hun schaapjes naar binnen kunnen komen. Dus die herders, of die poortwachter is niet een herder. Dat is iemand die gewoon de deur bewaakt. Van, oh, ik ken deze herder, die mag met zijn schapen naar binnen. En die mag, als hij de volgende ochtend komt, weer zijn schaapjes meenemen. Dus die zit daar als een soort poortwachter. En dan was het zo in die tijd dat in één dorp meerdere herders waren. En ze hadden allemaal hun schaapjes. En er was maar één schaapskooi. Dus al die herders kwamen 's avonds terug van het veld en brachten hun schapen in de kooi. Dus er waren meerdere kuddes van verschillende herders samen. En dan de volgende ochtend, als de herder bij de deurwachter kwam, mocht de herder naar binnen en die mocht zijn schaapjes uitleiden en hen voorgaan naar grazige weiden, zoals we dat net mochten zingen. En stille wateren. Grazige weiden, nou dat ga ik jullie vertellen, in het Judese landschap was heel rotsig en het was vol met stenen en afgronden. Dus die herders hadden een ontzettend belangrijke taak om ervoor te zorgen dat die schaapjes veilig bij de herder bleven, maar ook dat ze fris gras konden vinden. Dus die herder ging op zoek naar frisse weiden, maar ook naar stille wateren. En dan denk je bij jezelf van, stil water, waarom zouden ze nou naar stille wateren gaan? Iemand enig idee van de kinderen, waarom zouden we niet naar stromend water moeten gaan met schaapjes? Weet iemand dat? Een goede herder weet dat. Nee. De neusvleugels en de mond van een schaap zitten zo dicht bij elkaar dat als hij bij een stromende beek zou zijn, hij niet goed zou kunnen drinken. Dus als wij zingen, hij brengt ons naar stille wateren, heeft dat ten eerste een betekenis, het geeft ons rust, hij geeft ons rust en vrede. Maar er zit een diepere betekenis achter, dat een herder weet wat een schaap wel kan drinken en niet. Onthoud dat, er zit zoveel rijkdom in al deze beeldspraak en in al deze gelijkenissen die de Heere Jezus ons geeft. En alle schapen hadden een naam. De kuddes waren niet zo groot. Ken je dat? Je hebt misschien een hond of een kat en die noem je ook bij naam. En al die herders hadden voor hun schapen ook een naam bedacht. Misschien Witvoetje of Mekkie of Ooitje, noem maar op. Maar de herder kende de namen van al die schapen. En hij wist ook precies aan de vlekvorming of aan hoe een schaapje loopt, welk schaapje het was. Omdat die herder de hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, bij zijn schapen was. Er was ook geen herdershond nodig, want we lazen net in Gods woord dat de schapen zouden volgen. De herder moest ook opletten dat de wolven en de leeuwen niet hun schaapjes gingen verslinden. Dus dat was heel belangrijk dat die herder die verantwoordelijkheid voor zijn schapen op zich nam. Nou, dat wilde ik kort als inleiding voor de kinderen vertellen, en maar ook voor iedereen natuurlijk, zodat je weet wat het herderschap nou eigenlijk inhoudt in Israël ongeveer 4000 tot 2000 jaar geleden. Laten we lezen. Johannes 10. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt hun naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem. Omdat zij zijn stem kennen.
Maar een vreemde stem zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak de Heer Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Even tot zover. Wat ik net heb uitgelegd, zien we hier precies terugkomen. Dus ik zal jullie bijvoorbeeld een vraag stellen. Wie is de herder in vers 1? Wie is die herder? De Heer Jezus. Wie denkt dat dat de Heer Jezus is? Wie denkt dat nog meer? Wie denkt iets anders? Roep maar gewoon wat. Het is gewoon een herder. Het is namelijk een verhaal van de Heer Jezus. Het is een beeldspraak, het is een gelijkenis. Pas in vers 11 gaat de Heer Jezus vertellen dat hij de goede herder is. Dus wat ik net zei, ga niet met de kennis die je hebt dit verhaal lezen. Laat eerst het verhaal tot je binnendringen. Begrijp wat er staat en dan gaan we straks de toepassing geven. Want de toepassing is heel breed. Vergeet dit niet. Want anders gaan we dingen in het verhaal leggen die misschien het verhaal niet begrijpbaar maken. Het is gewoon de herder die een kudde schapen had en die zijn schaapjes in de kooi had en 's morgens naar binnen ging via de deur om de schapen, zijn eigen schapen, naar buiten te leiden. Nou, tot zover even voor de, heel specifiek voor de kinderen. Nu voor iedereen, broeders en zusters. We zijn aanbeland bij hoofdstuk 10 van Johannes. We gaan straks de rest lezen. Maar wat weten we nog van de context van dit verhaal? Het boek Johannes is geschreven voor Joodse mensen en Grieks denkende Joden. In het begin was het logos, het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Lezen we in het begin van Johannes. Het woord was het leven en het was licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis, wat was er met de duisternis? Die kon het niet begrijpen. Nou, en waarom heeft Johannes dit evangelie ook alweer geschreven? Wie weet het nog? Wat was het doel voor Johannes om dit woord te schrijven? Ik ga het lezen. Johannes 20, vers 30 tot 31. Broeders en zusters, opdat u gelooft dat de Heere Jezus de Christus is, de Messias, de Zoon van God, en opdat u en ik door te geloven het leven zullen hebben in zijn naam. Dat is de context van het boek Johannes in de Bijbel. Laten we verder lezen. Vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar een huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden
één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef en om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht om te geven, ik heb macht om opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? En anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Als we verder kijken naar de context van dit verhaal. De Bijbel is een Joods boek. Het is geschreven door Joodse mensen. En het staat bijna in het geheel in het teken van Israël. Niet helemaal natuurlijk, want we weten inmiddels dat datgene wat voor Israël geldt aan verlossing en heil ook voor ons geldt. Maar als we het boek lezen, moeten we begrijpen dat heel veel in Joodse context staat. Jezus spreekt hier nog steeds op het Loofhuttenfeest. Het is niet een losstaand verhaal wat de Heer Jezus nu noemt. Het is niet iets wat in isolement staat. Als we het misschien over de goede herder nadenken, dan denken we dat het iets los is. Nee, het is nog steeds het Loofhuttenfeest. En niet veel eerder was er een blinde genezen en deed Jezus wonderen en werd de blinde uitgeworpen omdat hij getuigde van wat de Heer Jezus in zijn leven had gedaan. Dat is de context. Verdere context, in Israël is heel veel agrarisch gebied. Laten we dat niet vergeten, want als we dat niet begrijpen, als we niet snappen dat het agrarisch gebied is, dan kijken we misschien met een verkeerde bril. En heel de Bijbel staat vol met mensen die ook herders waren. Ik zal er een paar noemen. Abel was herder, Abraham was herder, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, David, Amos. Allemaal herders. Dus als een Israëliet iets over herders leest, dan snapt hij waar het over gaat. Dus als de Heer Jezus tegen de Joodse leiders gaat vertellen over herders en dieven en rovers, dan weten ze precies wat de Heer Jezus zegt. Schapen zijn ook net mensen. Als wij geen herder hebben, dan dolen we rond als schapen zonder herder, staat er in zijn woord. Daarom is het zo wonderlijk dat de Heer Jezus in dit verhaal ook echt het voorbeeld van herders en schapen noemt. En we lazen zojuist Psalm 23 en we hebben ervan gezongen. En dan komt die herderlijke zorg van de Heere God naar boven. Want wie dachten de Israëlieten, aan wie dachten zij toen het over een herder ging? Ze dachten als eerste aan de Heere God, want ze kenden Psalm 23. Ze kenden ook alle andere psalmen waarin het gaat over dat de Heere een herder is. De Heere zorgt. We hebben het net gelezen. Hij beschermt. Hij wijst de weg. Hij voedt. Hij vertroost. Hij voedt op. Hij brengt samen. Hij verbindt. Hij zoekt relatie. Er staat een tafel klaar. Hij zoekt intimiteit. Hij wil met ons aan tafel. Hij geeft eeuwig leven. Wauw. Wat een herder. De Heere God in Psalm 23. En dan staat er, mij ontbreekt niets. En dat zong David. Nou, als we naar Davids leven kijken, dan is er nog wel wat gebeurd met David. En toch kon hij zingen, mij ontbreekt niets. Als wij in moeite zitten, en we kennen allemaal ziekte, pijn, ellende, kunnen we dan toch nog bidden en danken. Met de Heer Jezus, met God, ontbreekt het ons aan niets. Dat vergt ook gebed. De specifieke context is
dat we in hoofdstuk 8 hebben gelezen over een zwart schaap. Het was de overspelige vrouw die door de Joodse leiders naar het plein werden gehaald. De Heer Jezus kwam erbij. De Joodse vrouw, overspelige vrouw, die werd zonder de overspelige man trouwens naar voren gebracht en werd daar neergezet als Joodse, door de Joodse leiders als een zwart schaap. En de Heer Jezus zou gestenigd worden. Dat deden de Joodse leiders. Hoofdstuk 9 gaat over een blind schaap. Blind geboren, de Heer Jezus doet een wonder. De blinde gaat geloven in de Heer Jezus. Maar omdat dat niet past bij het denken van de Joodse leiders, wordt hij verafschuwd. Hij wordt zelfs uit de synagoge geworpen. En de Heer Jezus werd opnieuw, ja, ze wilden hem eigenlijk doden. Maar op een wonderlijke wijze kon de Heer Jezus ontsnappen, omdat het zijn tijd nog niet was. Dat is de context. Zwart schaap, blind schaap en Joodse leiders die het ongenoegen hebben met mensen en haat hebben tegen Jezus. In die context van dieven en rovers aan de ene kant en de Heere Jezus aan de andere kant. Licht en duisternis. Jezus vertelde dat ze stekenblind waren, dat ze hem niet konden begrijpen omdat ze in de leugen bleven. Ze konden de waarheid niet verdragen. Het zal je maar gezegd worden dat je een dief of een rover bent. Want ze begrepen maar al te goed dat de Heer Jezus hen aansprak. Hoe zit dat met ons? Hoe gaan wij om met waarheid? Hoe gaan wij om met leugen? Kunnen wij de waarheid verdragen als mensen ons feedback geven? Of borrelt er dan van alles op en worden we van binnen boos? Of kunnen we zeggen, dank je wel dat je me deze feedback geeft. Ik ga proberen wat mee te doen. En nog een vraag, haat je de leugen al? Heb je een innerlijke haat van op je eigen leugens die je soms uitspreekt? Jezus had gezegd dat ze zonder hem in hun zonde zouden sterven. Jezus had hen gezegd dat ze zonder hem in zonde zouden blijven. Voor eeuwig. Jezus had hen gezegd dat ze zonder hem kinderen van de duivel zijn. Johannes 8, vers 44. We hebben het eerder gehoord. En dan staat er in vers 1, amen, amen. Dat staat voorwaar, maar dat is hetzelfde als amen, amen. En dat betekent dat er iets belangrijks komt. Die nadruk op voorwaar. Aandacht, er komt iets nieuws. Let op. Iets krijgt nadruk. En dan staat er, ik zeg u. Wow. Dat klinkt als iets van autoriteit. Iets van, ik ben de baas, ik ga jou iets vertellen. Je moet naar mij luisteren. Zo spreekt de Heer Jezus. Dat is wat het woord autoriteit betekent. Dat is een moeilijk woord, hè? Maar dat betekent van, het is echt belangrijk dat je naar mij luistert. Waarom spreekt de Heer Jezus zo in gelijkenissen? Want we hebben de eerste 6 versen gelezen en dat is een gelijkenis of een beeldspraak staat er in sommige vertalingen. Een verhaal is zomaar een verhaal, maar een gelijkenis spreekt het geweten aan. Soms is een gelijkenis zoals de Heer Jezus hem uitsprak voor een bepaalde groep bedoeld. Zodat degene die de oren open hadden het goed konden verstaan en waar de oren gesloten bleven, die konden niet begrijpen wat de Heer Jezus bedoelde. Maar soms is het ook echt om je geweten aan te spreken. Kennen jullie het verhaal van David die overspel had gepleegd met Bathsheba? En dat hij Uria wilde vermoorden. Een snode plannen had bedacht. En dan komt op een gegeven moment Nathan, de profeet. En dan gaat Nathan vertellen. David, er was een rijke man die alles had wat hij bezat. En dan kwam er een gast. En in plaats van dat hij een kalf slachtte van zijn eigen vee,
pakte hij een kalf van de buren, die eigenlijk helemaal niet zoveel had. Toen zei David, wat een verschrikkelijke rijke man. Wat een verschrikkelijke kerel. En toen zei Nathan, David, ik heb het hier over jou. Wat zou David gedacht hebben? Nou, hij ging in ieder geval berouw tonen aan de Heere God. Hij ging reageren. Hij hoorde, hij begreep het, hij besefte en hij ging reageren. Dat is wat Gods woord doet. Deze gelijkenis of deze beeldspraak is een meesterwerk. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is misschien een verhaal wat we soms afdoen als oh, is een simpel verhaaltje. Het is een meesterwerk. John MacArthur, ik heb een aantal commentaren gekeken en gelezen en geluisterd. Die noemde het een meesterlijke beeldspraak. Eentje met een goud randje. De mooiste en diepste, allesomvattende beeldspraak uit de Bijbel. Het is geen simpel verhaal, maar een verhaal met diepe doctrine van verlossing. Het evangelie klinkt in dit Bijbelgedeelte. De Heere Jezus begint te spreken over een herder. En iedereen in Israël die snapt wie die herder is. Psalm 23 spreekt over de Heere is mijn herder. Psalm 80, Jesaja 40, Genesis 49 vers 24. God is de herder van Israël en hij leidt Jozef als schapen. En wie zijn leiders? Dat zijn de leiders van Israël. Dat zijn ook herders. We lezen dat in Jeremia 22 of Jeremia 23. Mozes en David waren herders. Dus ze konden ook zichzelf identificeren als herder. En Jezus begint ook gelijk over dieven en rovers. Nou, ik heb hier heel veel opgeschreven, maar omwille van de tijd hou ik het hier kort. Maar die Joodse leiders tegen wie Jezus aan het spreken was, die wisten precies wat Jezus bedoelde. Want in de profeten staat heel duidelijk geschreven. Zacharia 11, Jeremia 23 vers 1, Ezekiel 34. Dat de Heere God waarschuwt voor slechte herders, slechte leiders. In Zacharia 11 staat, God zei, ik zal u niet meer weiden. De stok met liefelijkheid werd gebroken. De stok met samenbinding werd gebroken. God die wilde Israël niet meer weiden. Omdat de herders slechte manieren hadden en daarmee het volk met zich mee sleurde de afgrond in. Ik ga iets lezen uit Ezekiel 34 voor iedereen die een Bijbel bij zich heeft. Een paar verzen. Het is heel indrukwekkend. Vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij, en dat is Ezekiel. Mensenkind, dat is Ezekiel, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere, Heere, wee die herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, de zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug, het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Wow, het zou je maar gezegd worden. Ze zijn overal verspreid zonder herder en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen, zegt de Heere God, hè, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke heuvel. Overal op het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. En er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, herders,
hoor naar het woord van de Heere. Maar er zit ook een belofte in, vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf mijn schapen vragen, naar mijn schapen vragen en op zoek gaan naar hen. Vers 23, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David, hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. Mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. David? Ezechiël profeteert hier nadat David al lang gestorven is. Wie is de knecht David? Wie is de meerdere David? De Heere Jezus. De Heere God belooft hier dat de Heere Jezus zou komen. Te midden van al die rovers en dieven, de slechte leiders van Israël. Er zal een dag komen dat mijn knecht David komt. En dat is nou precies waar Johannes 10 over gaat. Te midden van die slechte leiders staat daar die knecht David. De rovers en de dieven aan de ene kant. En dan staat daar de Heere Jezus en die zegt, ik ben die goede herder. En jullie, dat zegt hij niet zo, maar dat begrijpen ze heel goed. Jullie zijn die dieven en rovers. Het zou hard binnengekomen zijn. Wie zijn de schapen? Nou, in deze context, de Heere Jezus spreekt hier tegen Joodse mensen. En het is nog voordat het Pinkster is geweest. Ik ga ervan uit dat het de Joodse context is. Dus wie zijn die schapen? Dat zijn de mensen uit Israël. Jesaja 40, Jeremia 13. Het volk Israël is een kudde. Jeremia 23 en Ezechiël 34. Een groep schapen zijn mijn volk. Psalm 95. Israël zijn de schapen. Psalm 100. Schapen zijn Israël. Het Oude Testament die praat over verloren schapen. Jeremia 50 vers 6 staat bijvoorbeeld, het waren verloren schapen. Hun herders, de leiders van Israël, hadden hen misleid. Dus als het in het Oude Testament over schapen gaat, dan gaat het ten eerste om het volk Israël. Dat is de betekenis. Het heeft misschien een bredere context, of een bredere toepassing. Maar wat er staat, gaat over Israël. Als het over de gemeente gaat, of over de gelovigen uit de heidenen, dan staat er heel vaak de gemeente, of de bruid, of het lichaam. Dan spreekt het woord niet over schapen. De deurwachter doet open. Wie zou die deurwachter kunnen zijn? Nou, het is in ieder geval iemand met autoriteit, iemand die recht heeft om open te doen en om dicht te doen. Dat is de deurwachter. Ik plaatje eens weg, maar die zat daar. Die heeft het recht om de herders binnen te laten. Het zou de Heere Jezus kunnen zijn, hè, in de toepassing. Want in Openbaringen 1, vers 18, staat dat de Heere Jezus de sleutel heeft, ook tot het dodenrijk, dus hij heeft de macht om alles te openen en te sluiten. En de tempelbewaarder, of de tempelwachter, daar was een poortwachter, die droeg de sleutel van de tempel. Dat was een hele grote sleutel, dus was heel zichtbaar. Dat is degene die de tempel mag open doen en dicht doen. Iemand met autoriteit. En dan staat er in vers 3 en 4 dat als de deur open gaat, wat zou er gebeuren als de deur open gaat met een kudde schapen? Wie heeft enig idee? Niemand? Nou, er gebeurt helemaal niets. Die schapen vinden het wel lekker bij elkaar in die kooi. Echt waar. Er gebeurt niks. Het spreekwoord zegt niet voor niks als er één schaap over de dam is. Ze vinden het prettig bij elkaar. Dus daarom staat er, ze moeten uitgeleid. Ze moeten eigenlijk een duwtje krijgen. Daarom heeft die herder een stok en een staf. Een stok om ze even uit te stoten en een staf om ze dan vervolgens voor te gaan. Stok en een staf, een stok om ze eruit te duwen. Nou,
Wat zou de toepassing kunnen zijn? Broeders en zusters, we zijn hier zo vaak met elkaar en we vinden het heerlijk met elkaar in deze schaapskooi, toch? Wij hebben een stootje nodig om ook uitgestoten te worden, om de missie in te gaan, om te evangeliseren op straat. Dat is spannend, maar we hebben af en toe een zetje nodig. En dan mogen we uitgaan en dan leren we straks dat de Heer Jezus met ons is. Hij gaat ons voor. Misschien vinden we het fijn om in onze tradities te blijven hangen, of we vinden onze zonden zo lekker, zo fijn. We hebben een stootje nodig als het gaat om bekering. En als we ons bekeren en we worden van binnen veranderd, dan gaan we luisteren naar zijn stem. Dan gaan we de Heer Jezus volgen. Maar oh, wat is het heerlijk om te blijven in wat we allemaal kennen. Kennen we ook de uitspraak soms van: in mijn gemeente krijg ik te weinig voedsel? Ik heb het wel eens geroepen. De gemeente waar ik hiervoor zat, vond ik soms dat ik niet genoeg gevoed werd. Maar wat kunnen we uit de toepassing van dit verhaal leren? Is, we moeten het niet alleen verwachten van de preek hier op zondag. Maar we moeten ook uitgaan en door de weeks overpeinzen. Of naar andere bijbelstudieavonden gaan. De Bijbel herkauwen. Niet alleen horen op zondag, maar ook toepassen wat je gehoord hebt. Dat is ook uitgaan met hem. En dan kennen we de stem van de herder. De schapen kenden de stem van de herder. En waarom? Omdat die herder zoveel tijd met hen spendeerde. Het was zelfs zo dat die herder een stok had. En als dan 's avonds die kudde thuis kwam, dan moest elk schaap één voor één onder die stok door. Eerst werd er geïnspecteerd of de poten nog goed waren, of er geen verkleving van aarde in de wol zat. Werd gekeken of het schaapje niet ziek is. En als hij dan goed was, moest hij onder die stok door de kooi in. En omdat die herder zoveel aandacht besteedde aan dat schaapje, herkende dat schaapje ook de stem van de herder. Wat is kennen? Niet alleen maar weten wie het is. Kennen is veel dieper. En als wij het hebben over de Heer Jezus, dan kan je zeggen van: ik weet wie de Heer Jezus is. Of kan ik de vraag stellen: kennen we de Heer Jezus? Efeze 1 vers 17 zegt dat geest van waarheid en openbaringen van God helpen om hem te kennen. Dat is heel wat anders als weten wie hij is. En als die schaapskooi, hè, die we hier nu zien, stel je voor dat dat de wereld zou zijn. En we lezen het zo, geparafraseerd: Jezus komt naar deze wereld. Hij wil ons uitstoten uit deze wereld. Achter hem aan. Hij komt naar de wereld, hij roept ons bij naam. Zij die zijn stem horen en herkennen, die zullen hem volgen. Wij zullen dan gaan gehoorzamen. Wij zullen het woord opeten. Wij gaan dit vrijwillig doen in geloof achter hem aan. Getrouw, maar niet vlekkeloos. We zullen struikelen. We gaan steeds dieper. Hebben jullie in de gaten dat dat simpele verhaal, wat het zo simpel lijkt, hoeveel diepte erin zit? Een vreemde stem kennen ze niet. Er zijn meerdere kuddes in één kooi. Dus als die herder komt van die ene kudde, dan mochten niet die andere schapen meegaan. En dat gebeurde ook niet, want ze herkenden die stem niet van die andere herder. Naar welke stem luister jij? Naar welke stem luister ik? Worden wij soms overbulderd door andere stemmen? We leven in een drukke wereld. Het is allemaal gehaast en het is moeten, moeten, moeten.
En hebben we dan nog tijd om naar die liefelijke stem te luisteren? Luister je soms naar andere preken? Op YouTube of bij andere voorgangers? Zoek uit naar wie je luistert. Luister niet zomaar naar elke preek. Want er zijn veel misleidende leiders. Er zijn veel wolven in schaapskleren. Wees voorzichtig naar wie je luistert. Luister naar zijn stem. En de Joodse leiders in vers 6, die begrepen niet wat de Heer Jezus zei. En dat klopt, want ze hadden een andere vader. Ze waren nog van de duivel. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. De duivel is jullie vader. Ik geef leven, zegt de Heer Jezus. En zolang ze nog bij die andere vader blijven, vinden ze dat ook prettig. En we hebben een vrije keuze gekregen om te luisteren naar die stem. De Heer Jezus die roept ons bij naam, maar niet iedereen gaat mee. Er blijven ook mensen die denken van nee, ik kies niet voor de Heer Jezus. De vraag is of dat slim is. Nee, natuurlijk niet is dat niet slim. Maar de werkelijkheid is dat de Heere God ons een vrije wil heeft gegeven om te luisteren naar zijn stem. Wat doe jij? Wat doe ik? Vers 7. Ik ben de deur. Ik ben. Een van de zeven ik ben woorden in Johannes. Dat zegt iets over de goddelijkheid van de Heer Jezus. De ik ben die ik ben. De Heere God sprak in brandende braamstruik. Ik ben, noemde hij zichzelf. En de Heer Jezus gebruikt hier die uitspraak. Ik ben de deur. En ik heb autoriteit en recht om in te laten gaan en uit te laten gaan. En het is mij door God de Vader gegeven. De Joodse leiders zullen inmiddels wel gedacht hebben, wow. Zal hun geweten hebben aangesproken. Het zou misschien shocking zijn geweest. De gelijkenis gaat pijn doen. Ze gaan het begrijpen. Vers 9. Door wie kunnen de Joden behouden worden? Is het de wet van Mozes, als ze die houden? Nee, alleen door Jezus kan je behouden worden. Broeders en zusters, mensen die misschien hier voor het eerst zijn en nog op zoek zijn naar het ware geloof. Hier spreekt het evangelie. Wij zitten in een wereld vol met zonden. De Heer Jezus is gekomen naar deze wereld. Hij roept ons bij naam. Hij kent ons allemaal. En alleen door hem, hij is de deur, kunnen we behouden worden. Ik ben het die verlossing geeft. Alleen door mij kun je uit de slavernij van de zonde verlost worden. Alleen ik ben de weg tot behoud, zegt de Heer Jezus. En gij zult weide vinden. Ik zal jullie weide geven. Hij is ook voor ons de enige deur. Dus ook al spreekt hij hier in Joodse context, in Israëlische context. Het is ook voor ons de enige deur tot behoud. Er zijn soms mensen die zeggen, ik ben een goed mens, dus ik kom wel goed terecht. Of ik geloof wel in iets en dan kom ik wel in de hemel. Nee, de Heer Jezus is de deur. Amen. Laten we teruggaan naar Genesis. Adam en Eva, ze leefden in het paradijs met God samen. Hij gaf hen weide. Ze hadden overvloed. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. Mij ontbreekt aan niets, zullen ze gezegd hebben. Net als David. Maar door de zondeval was de weg uiteindelijk naar de levensboom afgesloten. Afgesneden. Bewaakt door cherubs, staat er. De weg naar het eeuwige leven was afgesneden. Door de zonde. Maar hier klinkt het evangelie in Johannes 10. Het goede nieuws. De weg is weer open. Ik ben die deur. Kom terug
naar het eeuwige leven, maar dan moet je wel naar mijn stem luisteren. Moet je mij volgen. Wie en wat is jouw weide? Is de wereld jouw weide? Is je vermaak jouw weide? Je amusement? Waar vul je je mee? Wat is jouw weide? Of is het Gods woord? Grazige weide. De frisse woorden van de Heer Jezus. God zei tegen Jozua toen Mozes er niet meer was: ga het woord lezen, ga het overdenken, ga het mediteren, ga het spreken en laat het voortdurend in je zijn. Want dan zul je slagen. Misschien als je de Bijbel leest, snap je niet alles. Dat geeft helemaal niks. Dat heb ik ook. Maar door in zijn woord te blijven en het te overdenken en het elke keer te lezen, ga je steeds meer ontdekken. En dan worden het grazige weiden met frisse woorden. De toepassing van in- en uitgaan. Ik heb het al genoemd, hè. We mogen uitgaan, de straat op, het evangelie vertellen. Maar ingaan en uitgaan betekent ook nog iets heel dieps. De Heer Jezus wil ons uit laten gaan uit onze zonde. Hij wil ons uit laten gaan uit deze wereld. En waar wil Hij ons in laten gaan? In zijn heerlijkheid. Er is niets beters dan dat. Broeders en zusters, de wereld lijkt misschien leuk en fantastisch, maar de heerlijkheid is alleen bij Hem. En ik wil jullie bemoedigen voor degenen die vaak op straat gaan, om die op die manier uitgaan. De Heer Jezus belooft: ik zal met u zijn tot het einde van deze wereld. Matteüs 28, die belofte geldt heel specifiek voor hen die uitgaan om het woord te delen. De dief komt om te stelen en om verloren te laten gaan. Jezus gaf om het leven en hij gaf om te leven en om het leven te geven. In overvloed staat er in vers 10. Wat is overvloed? Het is superieur. Het is veel meer dan wat wij kunnen bedenken. Ik had van de week waren we bij broeder Jurgen en toen hadden we een avond met broeders en zusters en toen had ik het ook al gezegd. Als we kijken naar de Oosterse gastvrijheid, we praten hier Oosterse context, overvloed, volle tafels, vast veel te veel over. Dat is gastvrijheid zoals de Bijbel het bedoelt, of niet? Als ik het vertaal naar de Nederlandse manier van gastvrijheid, wij zijn op een andere manier gastvrij. Ons eten is misschien wel afgepast. Ja, hè? Ja, hè? Maar dat heeft een reden. Na de oorlog hadden we niets meer. En we moesten zuinig zijn. Want we moesten het land opnieuw opbouwen. En die traditie, die cultuur is nog steeds zichtbaar. Als de Heer Jezus uit gaat delen, de wonderlijke spijziging, dat verhaal. Er waren 12 manden met brood over. Wat zou een Nederlander gedacht hebben? Zo, dat is zonde. Toch? Dat is jammer. Maar in de Oosterse context is het overvloed. Laten we vers 11, 12 en 13 goed bekijken. Ik ben de goede herder. Pas hier zegt de Heere Jezus dat hij de goede herder is. Al die versen daarvoor had hij het nog niet over zichzelf. En herder zijn in het oude Israël was een gevaarlijk beroep. Er waren veel leeuwen, beren,
We kennen het verhaal van David wel. Hè? Voordat hij met Goliath moest strijden, toen had hij ook al tegen zijn broers gezegd, ik kan dat wel aan, want ik heb ook al met een beer gevochten en ik heb ook al met een leeuw gevochten. Nou, dat waren herders van die tijd. Als ik kijk naar een herder hier in Nederland, op de Veluwe, dan hebben we een auto, 5 honden erbij en een kooi. Het is niet te vergelijken. Dus we moeten die Nederlandse bril afzetten en we moeten die Joodse context begrijpen. En dan kwamen er soms, over die lage muur, kwamen er 's nachts soms ook rovers. Want de wol en het vlees van die schapen was duur betaald. Dus als die herder er niet was, die deurwachter zat voor de deur, dan gebeurde het wel eens dat er iemand over dat muurtje klom en die pikte dan en wilde dan een schaap pikken. Maar ze luisterden niet naar zijn stem, dus wat moesten ze doen? Ze hadden een mes bij zich, het is een beetje bloederig misschien. Ze sneden eerst de keel door en dan konden ze pas het schaap meenemen. Want hij luisterde niet naar die rover. Zo gebeurde dat. Het was makkelijk over die muur. De Nederlandse schaapskooi, dat zijn dichtgetimmerde gebouwen. Daar komt niemand in hoor. Ik ga vast ver over mijn tijd heen, maar ik heb zoveel mooie dingen nog. Mag ik nog even? Het evangelie resoneert ook verder als de goede herder zegt, ik zal sterven voor mijn schapen. Wauw, wij weten inmiddels dat de Heer Jezus is gestorven voor zijn schapen. Luister naar zijn stem. Luister. Ik ben de goede herder. Ik ben gekomen. Jij zit mogelijk nog gevangen in je zonde. Misschien zit je hier en je kent de Heer Jezus nog niet. Je zit nog gevangen in je zonde. Ik ken jou, zegt de Heer Jezus. Jij hoort mijn stem, jij volgt mij, je wordt opnieuw geboren, daarom ga je andere stemmen negeren, niet meer volgen. Je gaat zelfs vluchten voor andere stemmen. Ik geef mijn leven voor jou. Ik ben de enige weg tot verlossing. Iedere andere weg loopt dood. Dieven zijn uit om te stelen, maar ik ben de goede herder. Het ware evangelie klinkt. De doctrine van verlossing. En dan, ik ga jou weiden. Ik ga jou voeden. Ik ga jou beschermen. Ik ga jou veilig naar huis brengen. Wauw. Toen ik dit ging overdenken, ik werd er stil van. Goede herder. Goed betekent niet alleen maar moreel goed. De Heer Jezus was zonder zonde, dat weten we allemaal. Hij was moreel helemaal goed, zuiver. Maar het betekent hier ook iets van een esthetisch goed zijn. En ik ga het uitleggen, kinderen. Esthetisch goed betekent dat het aantrekkelijk is. Het is kostbaar. Het is iets heerlijks. Het is iets van onschatbare waarde. Dat betekent goede herder hier ook. Vers 14. Jezus spreekt een profetie uit. Hij zou gekend worden door de zijnen. Israël zal nog gaan inzien dat de Heer Jezus ook hun Messias is. Let op, Jezus spreekt hier nog steeds in Joodse context. Mogelijk, ik ben heel voorzichtig, klinkt hier ook uitverkiezingsleer. Maar dat voert me echt te diep om hierop in te gaan. Dat ga ik ook niet doen. Maar mogelijk klinkt hier ook de uitverkiezingsleer. Want hij kent de zijne. Hij weet precies wie wel en niet zal gaan luisteren naar zijn stem. Naast de goede herder wordt Jezus ook wel de opperherder genoemd. In 1 Petrus 5. Daar staat een oproep naar alle leiders van de gemeenten. Maar ook de leiders misschien die aanstaande zijn. Onze broeders Sam en Jurgen hebben meerdere malen een oproep gedaan. We zijn op zoek naar nieuwe leiders. En wat moet die leider van een kudde zijn? Het staat in 1 Petrus 5.
Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden zijn voor de kudde. Zoals de Heere Jezus een voorbeeld is. En als de opperherder verschijnt, de Heere Jezus terugkomt, zult u een onverwelkbare krans van heerlijkheid verkrijgen. Een verantwoordelijke taak met een prachtige belofte voor alle leiders van Gods schapen. Vers 16. Er zijn nog andere schapen. Ik ga even wat tempo maken. Wie zouden die andere schapen zijn? In de context is dit de stammen die niet teruggekeerd zijn naar Israël. Weten we nog? In ballingschap, je had het 2-stammen koninkrijk en het 10-stammen koninkrijk. De Heer Jezus spreekt in deze context naar Juda. Maar er was ook nog een volk Israël, verstrooid over heel de wereld. Ik geloof dat ten diepste dat is wat Jezus hier bedoelt. De toepassing is breder, want we weten dat ook wij andere schapen zijn. Inmiddels. Maar toen was dat nog niet geopenbaard. Want het werd pas geopenbaard toen Paulus zei, ik heb een mysterie, een geheimenis, dat ook het goede nieuws voor de heidenen is. En Jezus sprak, ik heb nu, staat er, ik heb nu nog een andere kudde in een andere schaapskooi. Er staat niet, ik zal nog een nieuwe kudde krijgen. Dus ik denk dat het hier over het andere stammenvolk is. En als we kijken, want er staat ook een verwijzing bij in mijn Bijbel. Dat is ook belangrijk als we de Bijbel lezen, dat we die verwijzingen erbij pakken. Er staat in Ezechiël 37 vers 16, 2 stokken zullen in Gods hand samensmelten tot 1 volk. Ik zal hen tot 1 volk maken in het land op de bergen van Israël. Zij zullen allen 1 koning als koning hebben. Zij zullen niet langer 2 volken zijn en niet langer nog 2 koninkrijken zijn. Het gaat hier over de stammen van Israël. Maar God zij dank, wij mogen ook bij die kudde gaan horen. Vers 17 en 18. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, maar, er staat er, hij neemt het leven weer. Dat is het slotstuk van het evangelie. Want wat zouden we hebben aan een herder die dood is? Niets. En dan staat hier dat de Heere Jezus niet alleen zijn leven geeft, maar hij het ook weer kon nemen. Omwille van de Vader. We zongen zojuist Psalm 23 of een versie daarvan. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen, omwille van zijn naam. Dat is het doel van ons leven, dat we hem verheerlijken. Nou, ik ga afronden. Jezus laat hier in dit stukje zien, in dit meesterwerk zien, dat we zonder hem verloren zijn, als schapen zonder herder. Jezus laat ons zien dat hij alleen de weg is tot verlossing. Hij is de deur. Jezus laat hier zien dat we op moeten passen voor valse leraren en belanghebbende leiders. Jezus laat hier ons zien dat hij het leven kan laten, maar het leven ook kan nemen. Hij regeert, hij heeft alle macht. Jezus laat ons zien dat hij alles over heeft gehad voor zijn schapen, voor zijn volgelingen. Jezus laat hier zien dat alle vreemde stemmen leiden tot dwalen en verloren gaan. Jezus heeft een stok en een staf. Soms doet het pijn,
maar hij is de goede herder. Het ontbreekt ons aan niets. En wij leven na Pinksteren en wij weten dat na de uitstorting van de Heilige Geest onze Heiland niet alleen Israël op het oog had, maar ook alle andere mensen. Dus, de betekenis van deze woorden waren misschien op Israël gefocust. Wij mogen het nu ook beseffen, begrijpen en we mogen en we moeten reageren. Want die verlossing is in Christus ook voor ons. Amen. Ik wil nog even terug naar de kinderen. Ik was me aan het voorbereiden op deze preek en ik las iets. Het is niet de krant, maar het is een digitale krant. En er staat erboven, wolf bijt drachtige schaap vlak naast woning dood. Ik zag het lam nog zitten. Nou, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar het is bloederig en het is ernstig. Alle 20 overgebleven schapen gaan weg. Dat is zeker. Want wij willen, dat zeggen Jan en Marian, dit niet meer meemaken. In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg een roofdier toe in het weiland naast onze woning op de grens van Beekbergen en Klarenbeek. En hij beet een zwangere schaap dood. Jan en Marian weten het zeker. Het was een wolf. Dit willen we nooit meer meemaken. Ik vond het ten eerste toepasselijk, maar ook wel echt heftig. En het is zo waar. Kinderen, lieve mensen. Misschien mis je deze herder nog in je leven. Je zit misschien zonder hoop. Je ziet daar een gedekte tafel. Maar misschien kan je nog niet aangaan of wil je nog niet aangaan of staat er iets in de weg. Je loopt nog dolend, dwalend rond in deze duistere wereld. Met al zijn wolven en met zijn verleidingen. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Allemaal, ik kijk jullie echt allemaal aan. Sterf niet in je zonde. Dat is een appel voor vandaag. Een oproep. Sterf niet in je zonde. En je weet niet of dat morgen is, of volgende week, of veel later, of vandaag. Zoals Jezus tegen de Joodse leiders zei, in je zonde zul je namelijk voor eeuwig verloren zijn. In Christus ben je waarlijk vrij. Ga door de juiste deur naar buiten vandaag. Jezus is die deur. Vandaag is Jezus hier. We zien hem niet, maar de geest van Jezus is hier. Het woord van Jezus is hier. Hier in ons midden vandaag. En hij zegt, ik ken jou. Ik weet zelfs hoe jij heet. Hij kent jullie allemaal. Jillis, Milan, Sascha, Mirte, Jesse. Ik ken jullie namen allemaal niet. Ik ben heel slecht. Maar Jezus kent jullie namen allemaal. Hij roept jou vandaag. Hoor naar zijn stem. Hij vraagt om hem te volgen. Hij wil jou het beste geven. Niemand anders kan jou redden. Alleen Jezus kan jou behouden. Hij kan alleen jou uit de bek van die wolf halen. Alle andere stemmen moet je negeren, niet naar luisteren. Die leiden naar de afgrond. Jezus is vrijwillig gekomen om te sterven voor jou. Om jou te brengen tot Gods heerlijkheid, voor eeuwig. Jezus is de goede herder. En met Psalm 23 zeggen we, het ontbreekt mij aan niets. En als jullie hier vragen over hebben, als jullie dit wel willen, maar je weet nog niet hoe,
kom dan naar een van deze broeders of zusters. Kom naar mij toe met je vraag. Wees niet beschaamd als je het niet zo goed begrijpt, maar je wel dat verlangen hebt naar die heerlijkheid van Jezus. Kom naar ons toe. Amen.